merk wel dat ik het tempo van de stad niet meer heel goed trek. Hij heeft een speciaal ovenbaked chips van mij meegenomen. Ja, altijd. Het is toch helemaal heerlijk dit sfeertje. Ik denk al 25 jaar misschien wel. Het is vandaag donderdag, het is inmiddels 7:15 en ik sta op het punt om naar Nederland te gaan. Voor de komende dagen, want ik ga naar een babyshower die ik deels zelf organiseer, van een van mijn allerbeste vriendinnetjes. Ja, dat vind ik echt lastig van in het buitenland wonen, dat je gewoon dat soort grote dingen, dat je dat wat minder dichtbij meemaakt. Maar nou gaan we nu naar Nederland, so let's go. Ik wil eerst even wegbrengen. Ciao Noleg! Altijd echt zo mooi regen. Tanken in Duitsland en Oostenrijk is zo chill omdat je daar gewoon dat knopje hebt. Dan hoef je hem niet tegen vast te houden. Maar ik tank hier dus nu voor 1,55 en dat is denk ik echt het allergoedkoopste tot nu toe wat ik hier getankt heb. Is dat weer tanken weer leuk, hè, jongens? We zijn in Duitsland. Koblenz. En het is even tijd voor een plaspauze. Je hoort de airco blazen, want het is hier echt ongelooflijk warm in de auto. Ik wil toch wel binnen in de auto lunchen, want het is hier buiten ook zo bluh. Snackje voor mezelf met een gekookt eitje. Dit is de tweede. Ik neem eigenlijk altijd wel eitjes mee. Als ik onderweg ben. Ik heb een lekker colaatje gehaald. Hij heeft dus opgevist en nu ben ik er helemaal klaar voor. So let's go. Op voor de laatste 350 kilometer. We zijn in Hollandia, jongens. Aangekomen op de volgende tussenstop, namelijk in Utrecht. Ik heb er ongeveer 10 uur over gedaan. Was eigenlijk echt een prima rit, veel beter dan gedacht. Dus nu lekker naar een vriendinnetje. Hallo! Hey, hoe is het? Ja. Een beetje goede rit gehad? Ja, eigenlijk wel. Ja. Die afspraak zit ook op. Wow. Het is de eerste afspraak van deze vriendinnenreeks geweest. Hierna is het dus één grote marathon door de rest van het land dat ik iedereen op tijd zie. Ik ga nu in ieder geval lekker naar huis en dan mijn vadertje die wacht daar lekker gezellig op. En dan lekker naar bed. Kapot aan deze reis. Good morning. Het is vandaag dus vrijdag en ik heb echt ongelooflijk lekker geslapen. Nou ga ik eerst even ik moet echt even wakker worden. Vandaag ga ik eerst werken. Dan ga ik daarna naar Amsterdam. Daar heb ik echt heel veel zin in, want ik ga vandaag 3 verschillende vriendinnen zien. Let's go. Voordat ik dus naar Oostenrijk verhuisde, had ik gewoon een studio met allerlei meubels. En een van die meubels was deze tafel. Want aan deze tafel heb ik zoveel plannen uitgewerkt om uiteindelijk die stap te maken naar Oostenrijk. Dus het is echt een soort van nostalgie wat hier gebeurt, hè jongens. Met mijn oude dekbedje erachter. Echt, bij je ouders slapen blijft gewoon zo warm. En fijn. De moeheid is me echt even overvallen. Zo'n dag rijden gisteren. Ik ben er gewoon niet meer voor gemaakt. En ik heb net mijn onderweg vlog geëdit. Die is nu nog even aan het downloaden. Heel even 10 minuten hoog dicht. Ik vind het toch echt wel zo leuk om even naar Amsterdam te lopen. Maar ik merk wel dat ik het tempo van de stad niet meer heel goed trek. Ik loop even allemaal vriendinnen van vroeger af. Ik ga nu eerst naar een vriendinnetje toe die ik echt al best wel een tijd niet heb gezien. Dat blijft goed, dus let's go. Hoe lang zijn we eigenlijk op een vriend? Ik denk al 25 jaar misschien wel. Feeling so old. Nee, we zijn begonnen met samen te hockeyen. Daar kwam het volgens mij bij. Ja, maar dat was wel toen we echt jong waren. Ja. Minis? Toen gingen we spelen. Doei! Just a friendship in ieder geval. En nu ga ik naar de volgende vriendin van de middelbare school. Sterker nog, ik ken haar al echt al vanaf mijn 4e. We waren vroeger ook buurmeisjes. Dus hoop bij te praten. En ze was afgelopen zomer ook in Leg. En dat vind ik dan zo leuk dat ze eigenlijk ook gewoon precies weten waar ik dan woon. En ja, hoe ik daar een beetje mijn dagelijks leven leef. Ik zit dus nu met een van mijn andere oudste vriendinnen. Willemijn. Ze heeft zelfs de tweede naam, heet ook vriend. Ja, klopt. Ik zit hier bij Abby in Amsterdam. Waar welke straat zit daar? Het is in Bos en Lommerde van Gentstraat. Ja. Nou, echt gewoon een hartstikke leuk sfeertje op deze vrijdagmiddag. Wij gaan zo direct bij Wild thuis eten. En dan is deze vrijdagavond helemaal compleet. De dame heeft een speciaal ovenbaked chips van mij meegenomen. Ja, altijd. De allerlievelings van Nederland. Ik hoop wel dat die smaak dus een beetje anders voor is. Ik heb ook in deze. Wat dat? Nee, we gaan voor die. Ja? Ja. Okay. Wil je me verrassen? Doe dit. Ja. She knows it.
Okay. Wil heeft dus net stroopwafel taco. Ja, stroopwafel taco was de bedoeling. Ja, ze vindt dat het niet zo goed gelukt is, maar kijk even, het ziet er toch echt te cute uit. Het is toch gewoon... Met een leuk sprinkeltje erop. Ik vind het gewoon hartstikke fancy. Ja. En ik ben hartstikke blij dat een stroopwafel, want dat zijn ook een van de dingen die ik heb gemist. Dit is echt van die energie die ik heel erg mis als ik in Oostenrijk ben. Gewoon van die lekkere gesprekken die maar doorgaan, omdat je zoveel eigenlijk al met elkaar hebt meegemaakt. Dat is zo fijn. Maar als ik wel in Nederland had gewoond, had ik ze ook niet iedere week gezien. Dus het is goed zo. Het is fijn. I'm going home. Ja, het is een vlog. Maar nee, af. Ja. Wat vlog je? Vloggen op straat in Amsterdam is dus toch wel een beetje anders dan in Oostenrijk. Want daar boeit het niemand. Überhaupt al niemand ineens wat vloggen is. En hier heb ik al een paar keer opmerking gehad. Hey, ben je aan het vloggen? Ik ga nu lekker naar huis en morgen weer een nieuwe dag. Dus tot morgen. Ik ga even boodschappen doen, pap. Ja, ik wacht wel even. Het is vandaag zaterdag en ik probeer dus weg te komen uit het ouderlijk huis om even een paar boodschapjes te doen. Ik ga namelijk eventjes naar de kruidvat voor dingen die ik echt heel erg mis. Ik heb daar vroeger altijd zulke goede deals gescoord. Wil je mee of zo? Brutaliteit. Goed. Ik vond mijn favoriete winkel om even bulk inkopen te doen. En ik heb dus nu de dagcreme SPF 30 op het oog. Dus die gaan wij even scoren. De aankopen zijn inmiddels helemaal gelukt. Eventjes naar deze hele volle boodschappentas. Maar ik moet me nu een beetje haasten. Ik heb een afspraak met twee hele goede vriendinnetjes om naar het strand te gaan. Het is mooi weer, veel beter dan ik had gedacht. So let's go. Gek om dan weer ineens oneindige uitzichten te zien. Ja. Ja, het is, dat klopt. Het is wel, ja, wel. Het is wel allemaal een beetje dezelfde vibe. Ja. Maar er is dus blijkbaar veel animo. Het is toch helemaal heerlijk dit sfeertje. Voetjes in het zand hier echt heerlijk vertoeven. Mis dit. Heel erg. Het is een fijne afwisseling tijdens deze trip. Want geen berg meer heeft dit, wat dit hier is. Ik ben inmiddels weer thuis en ik heb net wat besteld waar ik echt al de hele tijd zin in heb. Als ik in Oostenrijk ben en dat is Indonesisch. Pap, je had er niet zo zin in, hè? Ja. Papa overtuigd, ik heb het uiteindelijk maar gewoon zelf besteld. We gaan dus nu zo'n Indonesische maaltijd met z'n twee delen, want het is altijd echt superveel. Hier, dit is nog zo'n lekker loempiaatje die ik erbij moest bestellen, anders kon ik het niet laten bezorgen. Ja, joegie. Ja, zo. Dit zijn nou echt, pap, van die dingen die je dus niet in Oostenrijk hebt, hè? Dit is dus die roti. En dan zit daarin zit dus dat vlees. What's up? Good morning. Het is inmiddels zondag. Dat is dus de derde dag van dit hele verblijf. Ik ben inmiddels op Leiden Centraal en ik ga nu naar Utrecht als voor de baby shower van een goed vriendinnetje van mij. We hebben daar een boot georganiseerd waarmee we door de Utrechtse grachten gaan varen. Het goed is weten ze van niks, maar goed, ze kan ook wel 1 plus 1 is 2. Waarom is Florine in Nederland? En waarom ik in Nederland ben is natuurlijk meestal voor een leuk event en in dit geval dus voor haar baby shower. Ik heb net mijn trein gemist, dus nu kan ik rustig aan doen. En dan gaan we lekker op naar Utrecht. Er staat dus nu een vriendinnetje om me te wachten en we gaan nu samen met de auto nu naar Utrecht. Eerst het inkopen doen en dan haar verrassen. Super fijn. Nou, Oliva naar Uva. Ja. Langs de vlaktes over de A2 richting Utrecht. Goed, ze heeft dus niks door. De meid heeft veel in de smoes. Zij is zo ongelooflijk slim met dit soort dingen. Nog een half uurtje dan zijn we er. We gaan eerst nog even hier naar de Albert Heijn XL. En man, dat is lang geleden een keer weg geweest. Ik was dus even vergeten dat als je door zo'n Albert Heijn XL loopt, dat je echt eindeloos veel keuze hebt en ook eindeloos veel meters moet maken als je iets vergeet. Het lijkt erop dat we onze kooptarget wel hebben gehaald. Ja. We hadden een budget en we hebben het gehaald, dus dat is helemaal top. Nou, let's go to the boat! Kijk, de hapjes worden al helemaal klaargemaakt. Wel de donder. Heb je de donder? Ik heb de donder gezet en nu zit ik jou niet. Niks aan doen. Zit iemand nu bij de baby shower op de boot en dan wordt hier flink. Ja, waar we altijd heen, waar we zaten. Mooi hoor. En nog steeds zo'n super. Oh, ja, dit was net die wijk waar het net in. Ja, en daar wonen nu allemaal juppen. Doei! De vrienden zijn inmiddels ook weer vandoor. Ik wil echt zo graag naar de Bijenkorf en ik ben er nu. En over 15 minuten gaat hij dicht. Over mijn trein gaat ook over de 25 minuten, dus ik moet nog even gas geven hier. Eigenlijk moet ik dit gewoon hebben. Het zou voor morgen in de auto echt ideaal zijn. Alleen aan het kijken is gewoon fijn, maar ze gaan nu dicht. Ik moet mijn trein halen. Ik ben net weer thuis gekomen en dan staat er een vers bordje voor me klaar. Mijn vader heeft echt heerlijk voor me gekookt, vers curry. Krachtvoer om morgen weer 12 uur in de auto naar Oostenrijk te zitten. Lekker terug naar Otis.
Goed, Matte, gaan we de laatste inkopen. Tot het allerlaatste moment. Zo, het is maandag en ik zit inmiddels weer in de auto. Ben nog niet onderweg, want ik ben eerst eventjes naar de Bosstraat. Zo satisfying idee dit. Ik heb ondertussen mijn auto weer helemaal ingepakt. Hallo. Hierna is nog 10 minuten rijden terug naar mijn hondje. Maar ik ga het even rustig aan doen vandaag, want het waren natuurlijk echt wel heftige dagen de afgelopen marathon. En dan wil ik gewoon een beetje een relaxte rit. Dus dat gaan we lekker samen doen. En dan hoop ik vanavond zo tegen een uurtje of 6 in leg te zijn. Oké, jongens, we zijn weer in Duitsland. Ik heb net even mijn eerste break. Ik sta nu ergens onder Keulen. Dus ik moet hierna zeker nog 6 uur rijden en ik moet dan nog boodschappen doen. Maar ik heb even lekker mijn komijnkaasje meegenomen en een lekker krentenbolletje met een cappuccino. Dat doe ik niet snel, maar ik heb het vandaag echt even nodig een beetje rustig aan om deze rijden. Nou, dus dit is wel even lekker. Raapjes open en dan kan ik er zo direct weer tegenaan. Zo, ik ben inmiddels in Spire en dat is volgens mij nog, vanaf hier is het nog ongeveer 500 kilometer. Ik ga namelijk even tanken. Ja, het gaat hartstikke goed deze reis. Terug in Oostenrijk, maar we kruipen direct de volgende file in. Oh jongens. De laatste stop van deze reis bij de Lidl. We gaan naar school voor een snelle boodschapsessie. 45 euro verder, kan ermee door. Kijk eens wie we daar hebben. Ja, je bent er weer, hè? Oh, hij is nog steeds helemaal gefocust op zijn vriendin. Oh, wij zijn weer lekker thuis. Deze man heeft het echt fantastisch gehad en ik ben echt kapot nu. Tijd om lekker uit te pakken en lekker rustig aan te doen. Dank jullie wel voor het kijken. En de volgende aflevering van Emigreren naar Oostenrijk komt binnenkort weer online. Dus tot de volgende.